Oké, mijn harde schijf stond vol. Ik heb even dingen die ik niet meer nodig had verwijderd. Nu kan ik weer opnemen. Ik ga niet langer door, want nog maar een paar gig over. 60 om precies zijn, dus niet een paar gig, maar goed. nog zo'n 20 minuten of zo en dan is het afgelopen. Het enige wat er is gebeurd, wat jullie hebben gemist, is dat er in die kast zien. Dat heb je nog wel gezien, ik zag hem in één keer oranje springen. Geel, dat recordingetje. Het enige wat jullie gemist hebben is dat hij riep get out, get out. En dat stukje ongeveer, dat was het ongeveer. Hij riep get out en tegen zijn baas. Of nee, tegen zijn onderdanen. Of zo, ik weet niet. Maar nu moeten we iets doen, ik weet niet. Oh, wat moeten we doen? Follow old. Wait, wait, wait. Let's take the guard's car. Nice. Oké, ik moet hierin. Waarom doe jij maar de deur open die al open is? I always wanted to get myself one of these. One of these? Really? Ah, yeah, okay, bad idea. You're a strange guy, salty crab. Thanks. That means a lot to me. What the fuck? Die gozer is echt gaar. Gaar? Gaar bedoel ik. Gemist, want ook al hadden jullie dit gemist, dit was niet zo heel erg interessant. Gewoon van de trein afrijden. Hallo. Wei. Miss Chang. How are you? Miss Chang. Uncle Po. He's dead. What? We're making arrangements for the funeral. Things could get complicated. Yes. I'll be in touch. Of course. Whatever you need. Oh shit, man. Fucking hell. Are you serious? Nou, dan gaan we maar even een nieuw case. Oh, dit is op zich. Zit hier iets hier? Oh, nice. Het is wel een kutauto, maar er zit wel een leuke sticker op. We gaan gewoon een nieuw case available doen. Tjonge jongen, hij is dood. Oh wacht, we kunnen beter naar een taxi op zoek gaan. Als we taxi zien, dan is het over de duivel hebt. Dan zie je hem. Kom terug. Taxi. Ja. There you are. Goh, zit ook even normaal ofzo. Ik wil geld voor betalen. Dan ga je niet zomaar op, hè. Heb het er hier ergens heen? Dan gaan we daar heen. Helemaal daar. Het slaat echt nergens op. Kunnen ze dat niet? Ja. Zo, echt makkelijk. Geen gezeur. North Point. Nou, dat was makkelijk, hè. Dat was lekker. Oh, shit. 313. Nou ja, op zich. Voor ons niet zo'n fortuin. Maar goed, voor normale mensen. Wel. Mensen met een gemiddeld inkomen. How am I supposed to do my job when you keep stonewalling me at every fucking turn? Maar ja, die gaan ook gewoon met een eigen auto. Fine, sir. I understand. I just... I'll figure it out. I'll figure it out. Everything all right? These fucking politicians. They want me to clean up the streets, but they won't give me the resources I need to do it. I got something for you. And I'm all you need to close. Yeah, well, it better be good. I'm in a pretty shitty mood right now. Poe is dead. Kidnapping down at the cable. Russian hostess, probably here illegally. I'm gonna investigate it further, but I wanted to give you the heads up. You know, I keep waiting for the other shoe to drop with you, but you've really helped us out a lot lately. Let me know what you find. Shit, man. Is erg moeilijk. Wat is dat? Kidnapper. Oh, okay dan. Even onze auto tunen, denk ik. Want je kan daar iets doen. Volgens mij een spuitbusje betekent dat je hem kan
Ja, appetij. Of zal ik een nieuwe auto kopen? Oh. Maar ik zal hem even een kleurtje geven. Zwarte, witte. Oh, witte. Dat ziet er veel beter uit. De auto. Waar? Oh, hier. Oh, dat is niks. Oké, dan niet. Dan gaan we hier naar... Gaan we gewoon naar die nieuwe lead. Dat ik erop zat, jongen. Of dame mag ook. Damn, pissig en eruit springen. Ik probeer gewoon aardig te zijn tegen mensen, ja. Moet je niet zo gaan doen. Vind ik niet leuk. Oké. Wauw, dit is echt slecht of zo. Ik weet niet al. Is dit zo groot hoor. Ja maar. Oh! Ik heb jullie geflasht, man. Ga gewoon weg, man. Wat? Oh. Slim man. Nee, drop off. Oh ja, tuurlijk. Oh, dat is niet zo ver weg. Hoop ik ook nog een keertje onderweg. Even kijken hoor, waar is dat helemaal? Waar ben ik? Waar ben ik? Oh, ik ben daar. Moet ik daarheen? En die case is... Waar is die kidnapper case dingetje? Huh? En de F is dat ding. Hey, objectives. Het zal allemaal wel, we gaan gewoon doorrijden. Fuck, waar moet ik allemaal heen rijden, man? Beetje onverschillig. Maar goed. Verschillig of zo, ik weet niet. Ik heb geen idee wat ik nou weer probeer te zeggen allemaal. Het is allemaal wel. Waar moet ik in vredesnaam heen voor dat kutding? Oh hier, wat is dat dankje? Tjonge jongen, het is allemaal zo moeilijk. Ik dacht het even niet, hè. Sorry, sorry. Oh, sorry man. Hele business naar de kloten. Gozer, doe eens even normaal zo. Ik ga gewoon tegen mijn op en ga meteen weg. Alsof ik niet goed kan rijden ofzo, ik weet niet maar. Beetje lelijk is het wel. Ja? Oké, dankjewel. Kunnen we ook nog een nieuwe auto kopen? Hoeveel heb ik? 4 bla 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 bla. Holy shit. Welke zou ik doen? Deze? Deze doe ik gewoon. Class T. Ik doe deze. Yes.
kenteken ZX33G3D9GTV. Wow. Dat is niet epic hoor. Frikt. 500 meter. Dat zie je. Dat is toch onderweg. Want waar is dat nou? Daar. Oh, precies via op de route. Dat is mooi man. Het is dus een goede keuze van mij om dit te gaan doen. Maar ik maak altijd goede keuzes. Ik maak nooit verkeerde keuzes. Dat bestaat nooit bij mij. Tja. Ach ja, zelfkennis is nooit slecht. Weet je zelfkennis? Dan niet slecht. Nou, ik ben benieuwd. Zeker weer oud of niet. K-bar. We gaan nou naar K-bar. De gay bar lijkt het wel. Oh, hallo. Jongen, jongen. Talk to Ilyana about Katushka. Oké. Huppatee. Ze staat er ook gewoon helemaal niks te doen. Have you filmed out anything? Not yet. Did Katushka have any favorite clients? Guys that liked her particularly? Or anything like that? You should talk to Mr. Chen. He had a real thing for her. I think they were, how do you say it, special friends. Okay, then. Speak to Mr. Chen. Hey, jij, kom eens hier. Ik moet je spreken. Ga je vreemd? Yo, ze gingen zich gewoon, what the fuck? Kijk dan, die vrouwen doen zich gewoon allerlei dingen. Niet opletten, kijk dan! Te eng, we gaan verder. Is Mr. Chen to you. What do you want? Mr. Chen, gewoon, okay. Why the hell would I tell you anything? Oh, shit. My name's Wei Shen. Maybe you heard of me. Little shits like you aren't usually so fast to insult the Sun on Yi. Wei Shen. I'm so sorry, Mr. Chen. I didn't know. I have nothing but respect for that Sun on Yi. This. I will help you any way I can. Okay. And you know Katushka? We are friends. Friends? Don't fuck with me, Chan. Okay. Okay. We had an arrangement. I pay for her apartment, got her clothes, jewelry. She was appreciative. Okay. Have you seen her recently? No. Not for a week at least. She hasn't returned my calls either. Where is this apartment? I'll give you the address. Anything else? She asked me to get her papers. A visa, but I do not know how to get papers. I cannot marry her. I got a wife already, you know. By the back door? Well, now we're back door. Now, doei. I love you. Mwah. Zo, ik moest even een kusje geven. Came up by the back door. Ja, dat weet ik. Hey, hi man, jij. Jongen, 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 een beetje. Kom dan vechten, hè? Kom naar buiten. Wat is jouw probleem? Kom naar buiten dan. Karaoke 24/7. Ja, yeah, we kunnen 24/7 karaoke zingen. Bam! Niemand? Oh. Katushka's apartment. Where do I need to go? Kan ik hier niet ergens omhoog klimmen? Waarom moet ik dan weer omlopen? Oh, ik kan daar omhoog. Fuck gebeurt hier allemaal met? Clumsy, ik doe space helemaal in man. Ik kon niet harder space indrukken dan dat ik deed. Je zou hier maar wonen zeg. What the fuck man. Oh big lock, are you serious? Wedden dat hij er gewoon heeft vastgebonden aan SM touwtjes. I can't marry her because I already have a wife, but I can fuck her because my wife doesn't fuck me. What the fuck? Hij was fucking goed, man. Oké, naar binnen. Yay, space.